kijk, net in samengevallen. Ja. Je kan me meer vertellen. Hoi, ik ben Els en wat ik nu zie bevalt me even helemaal niet. Waarom zijn alle virologen oude, witte, grijze mannen? Ja, Van Dissel, Ab Osterhout, waar zijn de vrouwen? Ik herken me niet in de RIVM, dus ik geloof ze niet. Ze kunnen lullen wat ze willen, ik geloof ze niet. Er zijn zoveel mensen die zich niet herkennen in de RIVM. Waarom wordt de RIVM niet uitgebreid met Nikkie Tutorials? Dat is een hele leuke jonge vrouw en meteen een transpersoon. Dus dat is twee vliegen in één klap. Waarom wordt de RIVM niet uitgebreid met een acteur? Ramzi Nasser is een out-of-the-box-denker. De RIVM heeft kunstenaars nodig. Waarom wordt de RIVM niet uitgebreid met een zwarte man? Wat mij betreft Jeffrey Afrifri van Kick-Out Zwarte Piet. Of Ronnie Flakes of Akwasi. Maakt niet uit wie, kies er één. Ik vind dat Selçuk Öztürk in de RIVM moet. Hij heeft ideeën, hij heeft lef, hij heeft tijd, hè, sinds kort. En hij is heel herkenbaar voor alle niet-autochtone Nederlanders vanwege zijn gekke achternaam. En ik vind dat Lucille Werner in de RIVM moet. Je snapt zelf wel waarom. En ik weet wel, mensen zullen zeggen, ja, Jeffrey en Nicky weten niks van virussen. Maar dan zeg ik, nou en, weet je? Ik bedoel, ze staan er gewoon fris tegenover. Ze durven vragen te stellen, out of the box te denken. En wetenschap is allemaal leuk en aardig, maar representatie is wel even net iets belangrijker. Dus RIVM, zet je deuren open en durf te verbinden met ons, met jonge vrouwen, met kunstenaars, met mensen van kleur. Alleen dan verslaan we het virus. Doen, hè? Steeds even geef. Ja.